Het nieuwe onderwijssysteem van Suriname ondergaat veranderingen die van verschillende kanten de nodige ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom heeft onderwijsdeskundige Bianca Augustzoon in samenspraak met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en overige belanghebbenden gewerkt aan het vervaardigen van lesboeken die het nieuwe systeem ondersteunen. Augustzoon noemde veranderingen niet verkeerd, maar met de nodige ondersteuning een mooie stap. Dus we kunnen bij het oude blijven, maar daar hebben we dus onszelf ermee. Of we kunnen met de stroom meegaan. Het is hoe implementeer je het? En natuurlijk snap ik ook dat het voor de ander een schrikreactie is, maar het moet ergens gebeuren. Daarom heb ik getracht om mee te helpen denken. Als wij extra materialen hebben die ondersteunen, kunnen we een soort van vangnet regelen voor de kinderen die nog steeds uitglijden. Voor de ouders die dat ook nodig hebben. Deze boekjes gooi je ook als huiswerkboekje, die gaan ook mee naar huis. En komen weer terug naar school. Dus het is eigenlijk iets van jezelf. Maar vernieuwing is nodig. Augustzoon voegt eraan toe dat tijdens dit nieuw traject ouderparticipatie belangrijk is. Ouders moeten meegenomen worden in dit traject voor het doen welslagen van de vorderingen van het kind als van het nieuw systeem, meent de onderwijsdeskundige. Ouders zijn onze bron van. Zonder de ouders hebben we de kinderen niet. En zonder de ouders kunnen we geen stap meer zetten. Dus je hebt de ouders nodig. Je gaat een ouder vertellen wat je aan het doen bent. En voor een kind is het belangrijk dat school en ouders, het maakt niet uit op welk niveau, samen iets doen. En het kind juicht het alleen maar toe. We spreken op dat moment één taal. Het volledige gesprek met Bianca Augustzoon ziet u woensdag in ons programma In Gesprek Met om 5 uur op kanaal 12.1.